jongens en meisjes, het was een lange zit voor jullie. Maar ik moet zeggen, en ik spreek namens de jury, wij hadden een fantastisch muziekweekend. Wat een geweldig harpfeest. U kunt mij allemaal verstaan achterin. Ja. Op de eerste plaats wil ik een compliment maken aan de concourscommissie. Ze hebben een geweldige job gedaan. Hoe dit georganiseerd is, dat was werkelijk absoluut top. Applaus voor deze mensen. Ik noem ze niet bij naam, want ik ben dan bang dat ik iemand vergeet. Het geldt voor de hele commissie. Een geweldig team. En dan een speciaal compliment, niet alleen aan de finalisten, maar aan alle deelnemers die allemaal door zijn. Misschien wel niet naar de finale, maar naar een fantastisch muziekleven. Jullie zijn allemaal winnaars. Allemaal. Jullie hebben je blootgesteld aan dit concours. Jullie hebben je ingezet. Jullie hebben gestudeerd, voorbereid, try-outs gedaan samen met je docent. En dat is een geweldige prestatie. Wat de uitkomst ook is, ook hebben we niet allemaal dezelfde ambitie. Dat is duidelijk. Daarom is er ook een finale en daarom is er ook een uitkomst. Fantastisch gedaan. Complimenten aan alle deelnemers. Ook complimenten aan de ouders die dat moeten supporten. En ook vooral aan de docenten. Dames en heren, fantastisch. Ik denk dat we nu kunnen overgaan tot de prijsuitreiking. En ik beloof een enorm pak prijzen. Mogen we de jury graag ook op het podium? We zijn altijd heel erg druk met de formulieren, want die moeten allemaal geschreven in die korte tijd. Frank heeft waarschijnlijk al besproken, daar was ik niet bij. En allereerst heel hartelijk dank. We beginnen met de... Misschien kom je maar even hier staan, Frank, want dan is het iets makkelijker. Oké. Dan mag je het zelf aankomen. De aanmoedigingsprijs voor Keltische harp categorie 1 gaat naar Jesse Peters. Aanmoedigingsprijs Keltische harp categorie 3 gaat naar Noor Jasma. Hier is een Het beste traditionele arrangement gaat naar Louise Janssen-Boudon. Keltische harp die in de finale was. Categorie 1 was niet in de finale. Er was niemand in de finale. Dat is de... We beginnen met de... Derde prijs. Keltische harp. Categorie 2. Eva Haverkamp. De tweede prijs, Keltische harp categorie 2, gaat naar Janna Slotboom. De eerste prijs, Keltische harp categorie 2, gaat naar twee personen. Naar Emma Vondenhof. Emma. En
Sandra Hagedas. Saskia van Hattem. Ja, Saskia van Hattem en de Veer Harpen. De Veer van Hattem Harpen, die, daar mogen ze optreden. De eerste prijs. De tweede prijs Keltische Harp, categorie 3, Marloes Nijens. In het, de Open Harpdag 2020 en een fantastische cadeaubon. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw, solo spelen met Blue Planet. Eerste prijs Keltische Harp categorie 3, Lisa Kurtjens. Applausjes. Die zullen allemaal spierpijn hebben. En nog een keer. Pedaalharp. Ja, we hebben eerst nog aanmoedigingsprijzen. Aanmoedigingsprijs pedaalharp categorie 1. Simra Hegedus Jelik. En een aanmoedigingsprijs pedaalharp categorie 1 voor Megan van Uffelen. Dan gaan we naar categorie 1 pedaalharp. Dit is pedaalharp categorie. Categorie 1. Tot en met 14 jaar. De derde prijs, pedaalharp categorie 1, gaat naar Mariska Doveren. Tweede prijs pedaalharp categorie 1 gaat naar Delphine Palumbo. De eerste prijs pedaalharp categorie 1 gaat naar Anna Petrovic. Pedaalharp. De tweede prijs gaat naar Marlies de Lange. Fantastisch. De eerste prijs pedaalharp.
Edelharp categorie 2 gaat naar Claire Schuurmans. Pedaalharp categorie 3 gaat naar Inge van Grinsvelden. De eerste prijs pedaalharp categorie 3 gaat naar Sanne Bakker. En ze zijn ook alle drie gespeeld. Sylvia heeft één prachtig stuk geschreven. Dus misschien, Dolfje, wil je nog even kort toelichten? Of misschien je prijs toelichten? Ik laat het helemaal aan jou. Dat ik dit voor mijn dood allemaal nog mee kan maken. Het is ontzettend, ik voel me ontzettend geëerd dat zoveel mensen helemaal in die stukken kruipen. En het is ongelooflijk. En misschien hebben jullie mij vervloekt tijdens het instuderen. Misschien ben ik de hoofdpersoon geworden in jullie ergste nachtmerries. Maar als het allemaal niet zo is, dan heb ik nog een voorstel om de prijs nog uit te breiden met dat ik een apart stuk voor de kandidaat ga componeren. Zo. Waarbij wij dus samen bepalen wat voor soort muziek het wordt. En dat ik ga onderzoeken wat zijn nou haar specifiek goede dingen, wat wil ze graag spelen en wat moet er in het stuk zitten waarmee zij denkt te kunnen stralen als nooit tevoren. Dat is echt van hart. Ja! Verder heb ik weinig afwijking. Goed, en er is dus een prijs naar mij genoemd, ja, dan ga ik van blozen. De Dolf de Kinkel de prijs voor de Bossa is voor Anna Petrovic. Ik neem dus contact met jou op voor dat stuk. Helaas duurt het nog 3/4 jaar. Want ik zit gelukkig vol met opdrachten en die moet dan even snel afwerken. Dan de Dolf de Kinkel de Just Fun prijs is voor Claire Schuurmans. Ze mij er meteen geleerd hoe je een wat ouder man perfect gelukkig kan maken door de stukken te spelen. Ja. Oké, super! Nou, het leuke van dit concours is dat het zulke verschillende harpisten en harpisten, één harpist, zijn. Het stuk wat ik heb gemaakt, daar zat heel veel improvisatie in. En allerlei opties. Ik heb niet eens een tempo-aanduiding gegeven. Dus alles was open. Heel veel was open.
En ik vond het ontzettend leuk om te zien, eigenlijk hebben ze alle drie gewonnen die mijn stuk hebben gedaan. Want ze konden echt hun echt eigen karakter laten zien in dit stuk. En ja, ik ben blij dat ik niet echt in de serie zat. Dus, maar ik vind ze eigenlijk alle drie. Even een applaus voor alle drie. Maar de jury heeft toch één gekozen, een hele specifieke, heel mooi detailistisch uitgevoerd. En dat is Sanne. Verdelen, maar de tijd, ze waren ontzettend aan het dringen voor de tijd, dus dat gaan we absoluut doen. Dat zijn het concerten te verdelen en dat krijgen de winnaars nog te horen. In ieder geval, dat is het ook tweede prijs bij. Dus dat moeten we eventjes nog heel goed zorgvuldig uitdokteren, dus dat komt er nog aan. En foto, hè? We gaan nu foto maken en dan daarna zijn jurygesprekjes. Ja, daar zou ik even iets over zeggen. Ja. Hoe dat is, de spelers, de jury die komt er wel. Ja, maar ik wil graag dat jullie een beetje naar elkaar, dus ook voor elkaar, want dan krijgen jullie er gewoon niet met z'n allen op. Dus de lange mensen zitten hier een beetje daar, dan wordt het een beetje even. De jurygesprekken zijn hier in de zaal. Ik heb bezoeken de verschillende juryleden. Er worden daar wat stoelen neergezet, daar en op de hoeken en dan halverwege. Dat je ergens een plekje zoekt wat verder van de rest. Niet de voorzitter, niet vaak, maar de rest wel. En daar komen dan wat kinderen bij je langs om te praten over vandaag. En het gaat echt over vandaag en misschien als je ze gisteren ook gehoord hebt. De Kelpenzaar, we kunnen het beste bij Valerie en Julia, want die zijn twee keer gehoord. Dat is de Kelpenzaarpen. En de pedaalharpen is Steffi Kamazoen. Ja? Ja, en Hazel N is ook van de Kelpenzaar. Ja, tuurlijk. Sorry, Benjamin. Je was verborgen. Ja, sorry. Dus, oké, okay, zijn die foto's? Jury bij de finalisten. Nu componisten erbij, jury. Iemand in de schaduw zetten. Ben je blij? Ja. Ben je blij? Ja. Snij. Super mooie finale. Super fijn weekend. Yay! Even allemaal.